Hallo iedereen, welkom in mijn kleine wereldse keukentje. Ik ga vandaag authentieke ketchupsaus maken. En wat heb je ervoor nodig? Ja, eigenlijk niet veel. Tomaat. Ik heb twee tomaten klein gesneden. Doe er een scheutje citroenzap bij. Drie rode pepertjes. Met de zaadjes. In de Indische keuken gebruiken we altijd zaadjes. Drie teentjes knoflook. Fijn gesneden. En drie shallotjes. Hierbij komt de ketchup mayonaise. En dat is alles. Laat je natuurlijk een paar uur intrekken voordat je het gebruikt. Dat is natuurlijk heerlijk bij saté of ja, gewoon vlees. Vlees in het algemeen, liefst van de barbecue. Dat is alles. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.